Patsy Keulen Deelstra van Jensen wie in de beginsantige jaren een poerbeste reetritster. 3 keer Europees, 4 keer wereldkampioenen, 3 Olympische medailles. Toen ze op de lange baan kwam, wie is al 31 jaar en hier 3 ben. De verpersoonlijking van een Friese hoesvrouw die het onmeugend vergeven ridekoer en derde wil ombeleven. Ze waren de heldin van Friesland. En dat zoe, na het ophouden met reetrieden, zou bluwen. Ze is vliegend hier eind februari gestorven. Dit is het leven van Atsje Keulen Deelstra. Atsje Deelstra waren op oudjes dag 1938 binnen te grauw. Ze wier de oudste. Hij het Goitsen en Mem Bouk die kregen letter nog 3 ben. De tweeling Hieke en Truus en Femke. Ze verhoesden rille gauw naar een pleats in het Hofland. Dat is het gebied tussen Grauw en Reduzem. De tiet in het Hofloon had voor mij een tiet west om neer te vergeten. Een varjocht dat je in een vredige Lietse meerskip midden in het Friese loon met zijn kostelijke natuur grut wurde maaien. De pleats die wij hier wie een pleats met een varrein uit Sontjen 100. Er wie een haaf met appel, barre en prommebjemmen. De oude varrein is nu sloopt, dus dit nou een nijmoederig hoes van gele stien van de oude skworre, die het gelukkig wol in wezen litten is. Het meelhoes is er net meer. Ek net de molke kelder die ik altijd dweilen moest. De boethuizen koe ik wol waarom. Wat gong ik altijd secuur met de veger hoe de lietse stientjes van de ron boppen de groppen. De wie ik een brede opveert, dat is nou een landsletsje. Hoe vaak haak ik daar net op rieden? Simmers zwommen wij in die veert. We moesten terug loon, reden en polderdiekjes. Loons en oer het wetter. In waar en wien naar grauw rinnen, naar squallen. Wat traai ik het hier te gaan, terug loon en modder. In de winterzeel van het Snitser Frieske Skipveertmuseum praten oud-ploeggenoten van Atsje Keulen, Sippie Tichelaar, met de dochter van Atsje, Boukje Keulen. Ze weet hier en daar nog wat van de jeugd van haar mem. Ik weet wel dat ze met atletiek en turnen bezig was en kwart de baan rijden in die tijd. Ja, daar werden natuurlijk nog geen ijsbaan, dus toen was ze een soort van kwart de baan rijden om ik wat geld te verzinnen. Mijn mem had heel jong haar mem verlen en daar trok ik al een soort mooi helpen moeten in de huishouding en op een pleats. Atsje haar mem verstoorde dus rille jong, 39 jaar. Ze die een hoop in huishouding en lieke goed kooi goortsen het op lijst net meer loeken en waar fouragehandler in Geersum met het pakhoes bij het station van Grauw. Maar zaak kwam er ik wat meer rond te voor Atsje haar leefde. Reetrieden. Doe op een kwarte baan. De allereerste prijs die ik woon ha, wie een briefiepener dat ik tegen wies maar ben. Het wie in Idaart bij een riederij van Squalfamkes van Tolve Ier. Uw omke Sjouke maakte een kostje voor de prijzen. Mijn medaillekost van nou is wel 3 keer zo groot. De 2e keer dat ik woon, wie mij het Friesk Famkes kampioenschip. In de winter van 53-54, dat in Wergie vrieden waard. De hiene 21 famkes inskreun en ik wie doe 15 jaar. Ik kreeg de verguld zilveren boensmedaille en 35 goenen. Ja. Ja, ze weer tink trok omdat ze altijd ik op een boerderij wel hoop. Ze weer sterk, ze weer heel gedreven, heel fanatiek. Dus ja, en dan nog een stukje talent mooi, ja, dan kiest een heel aan komen, denk ik. Atsje ging terug op een kwarte baan. Ze kwam te lonen bij de grote vrouwje. En moest in ingen zin sokken matadoren als Ike Nienhuis en Matta Wieringa rijden. Liek als hier op de baan van Beetsersweg. In de Rottevallen kreeg ik de 3e prijs. In Snits 2e, op een kniepen 1e, in Kolmensweg ek een 1e. 80 goenen. Het grote spul maar de hege prijzen wie begon. In 1956, om een voorbeeld te nemen, woon ik mijlkoor 890 goenen. Een toske, 3 horloges, een pianoren, een beker, 2 lauwerkransen en 6 medailles. Maar ik kon Marta Wieringa en Jansje Tienkamp maar net de baas worden. 3 jaar lang heb ik kwarte baan rieden. En toen ben ik overgegaan naar de lange baan. In 1963 wie dat.
Daarna kwamen de trije stille jaren dat erbij kwam. Want Atsje Deelstra wie intussen trouwt met boerenzoon Jelle Keulen. Dat wie in 1962, doe zij ze jaas in een man uit Abingewier. Het peer zet hem te wijm op een borden in Jezen. Meneer Keulen, hoe heeft u uw vrouw leren kennen? Nou ja, Atje was al lang bekend, no? Vanaf de korte baan. Je las dagelijks in de krant, stond ze in de krant. No? En toen kwam ze hier wonen. No? Ik dacht, wat een schat waren, hè? Nou, dan was ik er al eens een paar keer langs gefietst bij een huis. Daar was ze aan het werk. Nou, ik zei, hallo. En, De band die binnen waren, wien Boukje, Kees en Goos. Maar door die één keer op een vrouw wien, kwam Atsje weer op een baan. In 66 ging ze al heel vaak naar die baan van Deventer. S'nachts, ze wil vertellen, we moesten mijn bus naar Deventer, mijn hele ploeg. En dat wie dan echt een uitje, wien ze de hele dag wat onderwijs. En had toen, Tjalf, Iepengong, toen had ze bij Klaas Visser getraind op clubniveau. Nou ja, zo langzamerhand is ze teruggegroeid. Ik was vierde. Ik wie haast zo'n 20 jaar, doet ik daar mij het lange baan en rondje rieden weer uiteen zetten. Het wie ik het begin om bij de kernploeg te komen. Maar dat had net makkelijk best. Klaas Visser zei wat in die rieden en hij had mij zo vier gebracht dat ik er wat de prestaties ongong bij jedde. Maar ze woonden mij er eerst net bij haar. Het was dus helemaal niet de bedoeling om nadat de kinderen geboren waren nog te gaan schaatsen. Maar de kunstijsbaan werd in Heerenveen toen geopend, nadat onze derde geboren was. En ja, toen ben derde ik al? Ja, drie. Meer zijn er ook niet gekomen. Nee, maar toen hadden wij de kinderen dus al. En toen ben ik eigenlijk begonnen met schaatsen. Ja. En ja, eigenlijk niet de bedoeling om in een kernploeg te komen. Maar ja, het ging steeds beter. En dan zit je zomaar in ene. Zit je in de kernploeg. Op het Nederlands kampioenschap van 1969 vrouwen lange baan werd Atsje zonde. De eerste zon zoende de kernploeg vormen, dat wie jou praat. Maar de KNSB zei likwels, jendri de gier, traaie ben, zoals ken neer meer worden. Er ontstien benammen in Friesland scherpe reacties. Maar Atsje wie kwart en resoluut. Ik zil haar eens wat sjen litten. Thuis werk je met de bal of de kogel, of ik die wat sprintwerk. Wat heb ik vaak tocht, ik wil net meer. Het voelt me sa oor. Ik kan net zo goed alleenig trainen, al die ik het trouw. Fietsen gong wel, maar dan hie ik graag een doel. Maar in groepsverband weet eigenlijk altijd beter. De simmer van 69, op wij in seizoen 69-70. Ze zetten on. Letter tochten de meesten dat ze dat dier vanuit een feministische emancipatie gedachten. Zo vertelden ze 3-3 letter. Maar dat wie net zo. Misschien was ik het al wel, geëmancipeerd. Maar niet met de gedachte, ik ben een geëmancipeerde vrouw. Dat niet. Ze waren nog kwarte baankampioenen in 1969 van Nederland. Maar in 70 dus Nederlands lange baankampioenen in Deventer. Ze moest dadelijk mee naar het trainingskamp in Davos van de kernploeg onder leiding van Kees Broekman, de trainer. Maar ze wie het onrecht van de KNSB nog net vergeten. Nee, hij heeft de kracht van zijn leven met 24 en de ander met 31. Zo denk ik erover. Hoe oud voelt u ze? Nou, geen 31. Na de Nederlandse kampioenschappen ben ik één dag thuis geweest. Maandags en maandagavond zijn we vertrokken hier. En ik zit hier 14 dagen. Is u erg thuis? Nee. Nou ja, nee, ik denk er wel aan, maar ik heb geen heimwee. Nee. Maar Lieke Goert van u daarvoor weer gauw naar huis. Naar Utrecht. Er is een telefoon, zeg maar. Geweest in België? Daar. Ja, die Aatje. Jij er niks van, hè? Wat vindt u van de publiciteit rondom uw vrouw plotseling? Nou, ach, wel leuk. Ja, voor haar wel, ja. Houdt u het een beetje bij? Knipt u de kranten uit en ja, zo? Ja, allemaal hoor, ja. Heeft ook plakboeken? Ja, die heeft ze al heel lang, van haar 15e jaar al. Op het Europees kampioenschap in Jerevingen gaat redelijk. Antje Keulen-Deelstra, die enkele weken geleden zo verrassend Nederlands kampioen werd, ontmoet op de 500 meter de sterke Russin Ludmila Titova, specialist op de korte afstand.
De 24-jarige rijdster uit Moskou liep met haar krachtige slag duidelijk weg van onze landgenoten, die door haar supporters sterk gestimuleerd werd en de Russin zo goed mogelijk trachtte te volgen. Maar dan komt de echte ommekeer. Het wereldkampioenschap Njoggetje Santig in West Ellis. Het waar woont toch een jendriedigerige mem van Traaienben. Atsje Keulen Deelstra van Jezen. Doet ik het wereldkampioenschap woon hier, moest ik een ere rondje rieden. Maar er stier amper een kop aan de kant. Doe ik zelfs maar wat roppen om net al te triest te worden van die derde boel. Ans Schut stier er goed voor, maar verskrepte haar en voel. Doe wat er ontwiefelen, als ik er wel jucht op hier. Dat had me goed trekken. Bij de recordwedstrijden in Insel had ik me doe op een 1500 meter wiermaken met een vrouwtrecord. En doe zei net hiermee wat. Atje Keulen-Deelstra had haar man en de drie kinderen natuurlijk veel te vertellen. Vooral over het wereldkampioenschap in Amerika. Herensem telt 1000 inwoners, maar er waren hier zeker zo'n 5000 mensen om Atje en haar gezin officieel te huldigen. Het feit dat de 31-jarige Friesin na het behalen van 2 titels in Insel ook nog even het wereldrecord op de 1500 meter verbeterde, had de Friesin extra gestimuleerd om er een groot feest van te maken. Voor haarzelf en voor het hele gezin kreeg de kampioene talloze geschenken. En daar was er één bij in bruikleen, om de amateurstatus niet in gevaar te brengen. Een auto. Echt wel een leuk cadeautje. Feest. Een geweldig soort mensen. Het smaken en meer. Dus on het werk. Hardlopen, tempotrainingen, sprinttrainingen. En dan gingen we één keer in de week. Daar hadden wij dan van de kernploeg een trainer, meneer Halleboom. Op het SIOS-terrein in Overveen gingen we trainen. Ja. Nou, dat vond ik het eerste jaar heel erg. Want dan moest je in het zand omhoog lopen, in het Schorelduin en in de Kennemerduinen. Oh, verschrikkelijk. Daar had ik echt. Ik was iedere keer als ik er naartoe ging zenuwachtig. Ja. Maar dat ging later ook wel goed. Kinderen gaan naar school en we zitten nu op de boerderij. En dan kan ik ergens gemakkelijker weglopen dan in het. Nou, in het burgerhuis wonen, want mijn man is nu altijd bij huis. Dus de omstandigheden voor jou zijn beter dan vorige jaren? Nou, van dat wel, ja. Na de glorie zit ze dan vast bij de kernploeg. En misschien wie dat wel net goed. Ze waren geen Nederlands kampioenen. En in Leningrad bij de Europese kampioenschap min omstandigheden, min iets, maar ik geen inspiratie, vierde. En doe Helsinki, de wereldkampioenschappen, 1500 meter. De baan wie een onderspuiten sintelbaan. Maait ik een keer dwes oer de baan gien wie, mat ik in een sinteltje rieden wijzen. Die eer me jelle, die wie benauwd dat de redens verkeerd sliepen hier. Maar dat bestie net. Ik vielde me schuldig, als hie ik mijn redens zelfs bedoen. Ja, hier zat op dit loopvlak, op dit glijvlak, er zat een hele draad. U had dus van tevoren, voordat uw vrouw ging starten, had u de schaatsen geslepen? Ja, toen had ze ingereden. De schaatsen waren goed. Ja. Maar toen werd ze opgeroepen dat ze moest aan de start verschijnen. Toen was ze juist aan de andere kant van de baan. Toen dacht hij, nu moet ik zien dat ik bij de start kom. Toen stak ze schuin over die baan. En dat, nou, ik dacht dan, nu is het niet best. Jelle wie in Helsinki won mij, maar net altijd. En Oerlhinne, Leningrad, West-Ellis, Insel en wat al net. Atsje weer soms lang van hoes. Peppe Lieske Keulen past op. En Jelle ging met de band het eigen is op. Is hard weer er altijd. He, dus, en wij gingen squalen weer in onze vriendjes en onze Beppe en Paken die winden. Nadat de kinderen geboren waren, toen begon ik eigenlijk weer een beetje te trainen. En, nou ja, dan heb je wel eens niet zoveel zin, hè. Dus s'avonds ben je moe. En dan zei hij altijd, nou ga maar, als je er dan één keer bent, dan is het goed. En het was ook wel zo. Maar dan had hij ook vanzelfde kunnen zeggen, nou blijf maar gezellig thuis. Want hij zat altijd alleen. Dus hart die stimuleerde haar enorm. Die had altijd achter haar stond. En ik zei, nou kom op mij te trog in en niks van aanloeken. En probeer ze te horen hier maar weer. Ja, natuurlijk mis je je mem. He, maar ik heb net nou nog het gevoel van, jeetje, ik heb wat het zus achter in de steek litten. Of, en dat, nee, thuis weer te goed, alles goed regelen. Ze gier trok in wat een heel mooi ier worden soe, jongetje 72. Ze waren Europees kampioenen in Insel. Na de eerste dag waarop de Friese rijdster vierde was geworden op de 500 meter en de 1500 meter had gewonnen, moesten de racers op de 1000 meter en de 3 kilometer de beslissing brengen.
Op de 1000 meter reed ze tegen de West-Duitse Monika Pflug een snelle race. Maar ze kwam toch niet verder dan een vierde plaats achter drie Russische rijdsters. Voor de 3 kilometer gold toen erop of eronder. Atje gaf alles in deze wedstrijd, waarin ze tenslotte als tweede eindigde na de Russin Nina Statkevich. Het was voldoende voor de eindzege over 4 afstanden. Met een nieuw wereldrecord puntentotaal mocht Atje Keulen-Deelstra voor de Russinnen Statkevich en Savrulina op het hoogste podium stappen als de sterkste schaatster uit 10 Europese landen. Toen kwamen de Olympische Winterspelen in het Japanse Sapporo. En zat Atsi intussen door haar prestaties en haar wijze door elke nier op handen droegen waar, zat droeg zij in Sapporo de Nederlandse vlag. We marsen over een hege bregen heen. Het waaide dat het rikken en het wie al heel lieke glad. Daar, op die bregen, kreeg ik in een flappe wind dat ik dacht, oh, de gitter. Gelukkig kon ik het nog krek op een voeten houden. Maar het ging om het reetrieden. Broens treden op de 1500 meter en op de 3000 meter. En zilver, 1200 meter. Justjes achter Monika Pflug. Atje Keulen-Deelstra, die op de 1500 meter brons had gehaald achter Steenbaas Keizer, die zilver won, ging op de 1000 meter bijzonder snel van start. Met het doel de tijd van de Duitse Monika Pflug, die voor haar had gereden, te verbeteren. Spoedig nam Atje afstand van haar Noorse tegenstandster Sigrid Sundby. En in hoog tempo ging ze de laatste ronde in. Maar tot verrassing van iedereen kwam Atje aan de finish juist 0,2 seconden te kort voor het goud. Waardoor ze evenals 10 op de 1500 meter met zilver genoegen moest nemen. Net geen goud. Net geen goud? Nee, als ik op de 1000 meter 200ste seconde sneller was geweest, had ik een gouden medaille gehad. 200ste seconde. Zo'n klein stukje. Oh. Wist u dat toen u over de finish kwam? Nee. Nee, want ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik een zilveren medaille zou winnen op de 1000 meter en dan later. Je bent er wel blij mee. Ik was heel blij met die zilveren medaille. Maar als je dan thuis bent, dan denk je, ja, verdorie, had ik toch wat hadden gereden. 200ste seconde, ja. En er was dus iemand tegen, die zei tegen mij van, als je dat mutsje nou wat strakker over je hoofd had. Letter had ze wel eens zijn dat ze het misschien haar even wat meer voorbereiden met een heer of wat specialiseren met een heer. Nee, want ze vond letter wel heel jammer dat ze net een gouden medaille helle had. Maar net iemand die de doel zeurde. Het wie ommers fantastisch. Oankomen en dan gauw naar Jereveen voor het wereldkampioenschap. In een zeer ontspannen atmosfeer hebben de Nederlandse schaatsenrijdsters zich voorbereid op de strijd om het wereldkampioenschap in Heerenveen. De cracks van de ploeg waren overwegend optimistisch, hoewel niet helemaal zeker van hun zaak. Atje Keulen-Deelstra. Ik denk dat heel veel mensen enorm veel van mij verwachten, maar als ik bij de eerste set ben, dan ben ik ook tevreden. Het ijs was in perfecte conditie toen de duizenden in de tweede race op de 500 meter Atje Keulen-Deelstra op de binnenbaan zagen starten tegen de wereldkampioene de Russin Nina Statkevich. Vooral die 500 meter, als je die een beetje goed rijdt, dan... tenminste, dat is met mij zo. Als ik de 500 meter een beetje goed rijd, dan gaan die andere afstanden meestal ook wel aardig goed. En terwijl haar man nerveus toekeek, reed Atje die 500 meter zeer goed. Atje liet voor eigen publiek Nina Statkevich ruim 3/4 seconde achter zich. Haar tijd van 44,23 seconde was een prachtig uitgangspunt voor de jacht op de titel. Atje Keulen-Deelstra heeft de eerste plaats in het algemeen klassement veroverd, dames en heren. Geweldig, geweldig. Wat een vechtpartij, wat een knokpartij. En wat was dat mooi. En waar hulde je? Feest! Ik vind je geweldig. Ja, eerst al de kleren, gewoon moest je met naaien kleren. Dat niet hier, nu zat ik net zo rond. Dus ja, dan is het natuurlijk prachtig om naar de winkel te gaan en naaien kleren te zoeken. Nou, daar begon het al mooi. Nou, en dan, ik weet nog een keer dat ik maar de helikopter landen is.
Nou, dat is een spektakel. En maar de hinders en de karatrog, het dwarp en al die mensen en bekenden. En dat is, nou, we zeggen nu zegen uit. Ja, dat is heel, heel speciaal en hebben hele mooie herinneringen aan. Ze leven al jaar in Roes. In Jonkje 63, in Brandbuur royaal Europees kampioen. En daarna in het stille Stroomsund ik nog het wereldkampioenschap. Op een nij kwamen een soort mensen naar Jensen. Op een nij woonden de mensen haar feliciteren met die geweldige prestaties in Jonkje 63. Als ze thuis kwamen, ja, dan wezen we dus een mem en dan wezen we gewoon boerin en nou, in het dorp ze gewoon weer boodschappen dwaan en ja, dan wezen we gewoon atje. En helemaal net de Nederlands Europese wereldkampioen. De Wiennijs twee redenen van de 35-jarige geboren vrouw van Jensen om nog een in je trot te gingen in Jontje Fjouwersander. De eerste weer dat het Europees kampioenschap verrieden was op de merkebaan Medeo van Alma-Ata in Rusland. Drie weken erin. Het voldie u dan net zo best. Het eten wie min en er waard niet om de kermis dien. Voor mij wie dat een fadiel, want nou koe ik me uitlibje met de stofdoek te broeken en kleedjes u te slaan en sa. Maar uit een briefje in huis blikt dan. Ik zou u nou verklaaien, want we moeten dadelijk naar de baan. Daar slips nou nog jelle. Het is 4 uur in de morgen. En hier, al wat zien. Wat wij maar zo'n train binnen, ze stout te melken en letter. Als ik nog eens op mijn horloge zag, denk ik, nog in de benen squalata. Ik denk vaak aan thuis en zo blijd wezen als ik weer bij hem ben. Een week als draaien nog, dan ben ik weer helemaal thuis. Atje Keulen wint in Alma-Ata. Ze wint ik de tweede reden om in Jontje Fjouwersander nog terug te gingen. En dat wie het wereldkampioenschap dat op een nij in haar eigen tial wie in Jereveen. Atje Keulen Deelstra. Ik denk dat nou, heel veel mensen enorm veel van mij verwachten. De mensen verwachten ditmaal, evenals Atje zelf trouwens, dat ze opnieuw de wereldtitel zou pakken. Op de 500 meter was Monika Vloeg haar tegenstandster. Aan die laatste wedstrijd had ik vanzelfs de mooiste oortinkers. Het wie op mijn eigen baan, had ik dat zo zezen mij. Het wie mooi waar en dan al die meesken die het extra sportief wienen om die orenrietsters oor te moedigen. De middies wie het hichtepunt van al mijn beziekjen, mijn trainen, mijn inspanning, mijn reizen vier van hoes. Het hier al hier net om mijn nochtwest, krijgt oorsom. Wat voelde ik me doe dankbaar. En ik liet dat ik het west hier, die het kleer kregen hier. 14.000 toeschouwers op de eindelijk weer eens volgepakte ijsbaan van Heerenveen. Eerder enthousiast. Ta besluit een ereroute in de Bijlslieden. Een grutte verrassing van mij. Ze hienen het net beter en mooier betinken kin. Als kiemeren het aarskier troch alle vreugde hinnen. Ik woe daar net ontinken. Disse daai, disse oeren. Die minus. Nee, uzus alle jaar mijlkoor. En dat zal ik neer verjetten. Ze wie echt een winnaar. Koesto haar Xa? Nee, want thuis wie het uz mem. He, wij hinten, ja, wij winnen al jaar vrij jong. En dan zuurt als je mem. En ja, ik zie het wel voor de televisie om te zien. Maar ja, ons leven gewoon ik. Wij gewoon watchen en squalen en ja, het jij erbij. Maar net, toen ik net een soort doordrieden. Maar viel je met net dat ze een wedstrijd hier? Nee, want ik weet dat wij net mooi mochten naar de wedstrijd. Dat vond ik toen wel heel jammer. Je mocht net mooi? Nee. Waarom wou ze dat net? Nou ja, zij wou zich concentreren op de wedstrijd. En dat wij op de tribune zitten, nou ja, dan rop je mem en zwaaien. Nou ja, dan wie zijn natuurlijk net meer geconcentreerd. Doe hier zal zijn, ik ga er mee op. Dus voor de laatste keer, Jensen op een kop. Wat? Hul Friesland op een lappen.
om zien te laten hoe ze van Atsje al hier hopen. Afscheid is definitief. Ik blijf nog wel, natuurlijk wel een beetje trainen voor mezelf. Maar wat de internationale wedstrijden betreft is het gebeurd, ja. En dan is het oor. Sterker. Ik ben natuurlijk nog wereldkampioen, hè? Zolang ik nog niet een opvolger is. Maar dat voel ik niet zo, hoor. Het is gewoon plezierig om te rijden. Ik bedoel, als ik helemaal niet meer kon rijden, dan dat zou ik ook niet leuk vinden. Ik moet gewoon een paar keer in de week naar de baan. Nou, ze waren natuurlijk al blij dat ik ermee gestopt was, omdat ze dan ook eens een beetje meer kans hadden op een overwinning. En ik heb gehoord dat ze de hele zomer eigenlijk wel een beetje bang waren dat ik weer zou beginnen. Strek! 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 Ze kwam te lonen in de marathons, zo 5 keer nationaal kampioen worden. Ze wie weer op de kwarte baan. En kijk eens wat er nog wat kan. Ja, ja. Ze riet de Alversterretochten. Ik vond het zwaar. Zware tocht. Maar ja, ik heb altijd gezegd, ik wil nog graag een zware tocht rijden. Nou, dit was een zware tocht dus. En ze keuren voor het Alversterrebrevet. Heb je in die tijd nog wel eens in je memorieën? Ja. Ik heb een lange baan, kan ik me net herinneren, maar ik heb een marathon heb ik één of twee keer met haar samenrijden. En ik, volgens mij, ik toen een eer, 14, 15. En toen denk ik, nou, dat doe ik wel eventjes. En ik denk, nou, ik zal haar wel even slaan, maar dat dat was een verkeerde gedachte. Toen kwamen ze van een training, van een clubtraining op een Thomas John, kwamen ze weer om. En toen ronde de kei op het dik. En ja, daar is ze opknald. En die Ian, een code is op een netbestuurderskant, is die het die gaan rakken. Nou, die auto weer helemaal totaal los. En daarna is ze nog in de sleet rakken. Nou ja, toen had ze een week in het ziekenhuis lopen. En toen had ze een, ja, best op donder hongen. Nou ja, toen op een gegeven moment koerde het autorijden, dat lukte net meer. Het fietsen was moeilijker. Het erin was moeilijker. Nou ja, daar was je af en toe wel heel verdrietig om. Ja. Hoe viel het laatste eindje? Na het overlijden van mijn hart vond ze het heel moeilijk. Ja, ze waren altijd bij elkaar. Ze waren heel veel dingen samen. Maar ja, toen hij verder raakte, toen... Zoals ik omgeven, dat hoeft voor mij zijn en meer. Dus daar weet je wel heel duidelijk in. Omdat dat van haar, nou ja, eigenlijk meer mijn hoede. Heb ik zo mij binnen nog, de man. Ja, dat weet ik wel, maar dat is goed, zo zo. Dus ja. Op 22 februari 2013, noor in Ierlien, verstoor Atsje Keulen-Dilstra. Een week later, wie hard die half. Even helemaal stil.